Het is raar gelopen, Kjeld Nuis is er niet bij, Pim Schipper is er wel bij, maar jij bent toch de favoriet voor de Nederlanders. Ja, ik heb een heel mooi voorseizoen gehad en de laatste tijd gaat het nog steeds heel erg goed. En als ik dat doortrek, dan maak ik hele goede kansen hier op het WK. En ik heb er heel veel zin in. Wordt het heel erg moeilijk om wereldkampioen te worden? Het is altijd heel erg moeilijk om wereldkampioen sprint zeker te worden. Tuurlijk. Dat moet gewoon vier keer helemaal kloppen. En moet gewoon vier keer helemaal goed gaan. En dan kan het zeker. Maar er zijn een heleboel kandidaten die heel hard kunnen rijden hier. En die dat kunnen. Dus dat eenvoudig wordt het zeker niet. Maar het is zeker mogelijk. Wel mogelijk. Waar heb je met name de laatste week of de weken met je coach Jack vooral aan gewerkt? Ja, waar we meestal mee bezig zijn. Want het is niet zo als je hier komt en denk ik alles anders moet. Alleen het goed doen zoals het moet. Bochten, rechte einde, alle technische aspecten is al lastig genoeg. En daar blijven we gewoon mee doorgaan. Dat is iets waar je denk je hele schaatsleven mee bezig bent. En het is niet zo als je hier komt en je denkt dat alles in één keer anders moet. Zo is het niet. Het blijft een 400 meter baan en daar moet het gebeuren. Dus we zijn zeker wel scherp op de posities in de bochten, op de rechte einde. Die misschien wel nog iets belangrijker zijn, omdat de snelheden nog iets hoger zijn hier. Hoe mooi ziet het ijs eruit, Pim? Ja, gewoon. Ijs, hè. Je bent nog niet onder de indruk. Oh, jawel hoor. Maar uiteindelijk is het gewoon ijs. Dus niet eens heel erg veel specialer. Geen wereldbekerwedstrijden, maar wel de WK sprint. Hoe gaaf is dat? Ja, WK sprint is heel gaaf. En geen wereldbekerwedstrijd geeft dan een klein beetje een gemixt gevoel. Maar als je dan moet kiezen, dan kan je natuurlijk beter het WK sprint rijden. Wat zie jij voor je als je nu naar die baan kijkt en er gaan gedachten door je heen? Dan zie ik toch wel goed ijs natuurlijk. En gewoon een baan waar je heel erg hard kan schaatsen. En wat kan Pim? Nu die, wat is het, het derde jaar bij Control en nu de plaats zelfs van Kjeld heb ingenomen op dit moment. Ja, het is het tweede jaar bij Control. Wat ik zelf kan hier, dat weet ik zo nog niet. Ik denk dat ik hier, ik denk niet dat ik het hier slecht ga doen. Maar wat ik wel, of het heel speciaal wordt en waar ik precies sta, dat kan ik zo niet zeggen. Het was moeilijk omdat je nog niet te vaak op snelle banen gereden hebt. Ja, dat ook. En omdat ik heb dit jaar dan voor het eerst heb ik een paar World Cup 1000 meters gereden. En die 500 meter rijd ik eigenlijk nooit internationaal. Dus dan kan ik niet zo goed plaatsen waar ik dan sta over 500 en 1000 meter. Komend weekend, Stefan Groothuis, een van de grote favorieten bij de WK Sprint. Pim Schipper doet ook van de controleploeg mee. En jij dacht afgelopen weekend in Salt Lake, misschien laat ik ze alvast een duwtje in de rug geven met een prachtige 1000 meter. Ja, ik speciaal voor hun gedaan. Maar dat was echt een 1000 meter harde boekje. Daar heb je heel lang op zitten wachten. Nou ja, ik heb er niet op zitten wachten. Ik heb er hard voor gewerkt en ik ben blij dat het nu een keer goed uitkwam. Maar het is zo vaak niet gelukt de laatste tijd en je hebt er zo hard aan gewerkt, toch? Ja, bedankt voor het herinneren. Nou ja, het schaats is gewoon een moeilijke sport en het loopt allemaal nog niet zoals ik wil. En gelukkig liep het in de laatste 1000 meter wel. Je hebt heel veel gewerkt aan... Waar heb je veel aan gewerkt? Kun je dat uitleggen? Ja, waar niet aan? Hè? Ja, heel veel aan mijn techniek en aan mijn bocht en aan diep zitten. En dat is voor mij heel moeilijk, maar daar... Daar ben ik wel heel hard mee bezig en je merkt dus dat het wel goed gaat, dat je dan ook in één keer heel hard kan rijden. En heel blij kan zijn. Ja, zeker.